Zo, lieve mensen, hartelijk welkom bij aflevering 15 alweer. Zeg ik dat goed, Robbie? Ja, dat klopt. En jij staat volop trots naast jouw prachtige... Oh ja! Hoi. Ik hoor precies wat jij altijd doet. Hoor je dat? Oh. Oh my god, er staat een witch in de tuin! Echt? Oké. Okay. What the fuck? Weg! Wat? Oh, daar. Oké. Oké, mooi. Na het intro gaan we verder spelen. Daar komt ie! Ik sluit hem op. Samen overleven met Roy en Vincent. Klop. De chest! Nou, Roy, ik zal het even vertellen tegen je, want de mensen weten het allemaal niet. Maar wij hebben stiekem wat gedaan, hè? Terwijl we niet hebben opgenomen. Ja. Weet ik niet. Zullen we naartoe gaan? Kijk, het schuurtje. Ja. Maar het shortje. Van? Nee, het is copyright van mij. Nou, maar het kan jouw schuurtje worden. Kijk. Nou, hoe dan? We hebben hier een aantal plekjes. We gaan ook trouwens nog een plekje maken voor de eten. Zware. Nou, Roy, kies jij eens even een mooie plek. Zullen we dat om de hoek doen? Dat is lekker dichtbij. Zullen we hier het eten doen? Nee. Eten het is wel een beetje onhandig dat we voor alles hier naar het schuurtje moeten. We houden nog wel wat in de huis. Maar dit is een voorraad, hè? Dus mocht het opgaan in huis, kunnen we hier halen. En dan brengen we dat over naar, hè? Ik vind het wel realistisch. In de schuur hebben we een voorraad. Oh my god, kijk hier. Oh, die komt uit de portal. Oké, aanvallen? Nee. Er komen er meer. Aanvallen! Oké, ik ga wel plukken. Want ik ben een boer, hè? Ik ben ingeburgerd, wist je dat? Ja, daar heeft hier nog iemand in... Wat, hè? Zeg maar. Daar heeft hier nog iemand de netherportal gebouwd. Nog één. Zeg maar. Oh, dat is niet slim. En bij ons huis, ik ben sowieso... Ik zei al van tevoren, ik ben niet blij met die enderportal. Ik hou helemaal niet van die enderportal. Nee, oké, maar ik vind het toch niet zo leuk als mensen bij ons in de buurt gaan bouwen. Ik ben niet zo blij mee als die monsters... Hier, hè? Als die monsters hier in de buurt komen, dan ben ik ook niet blij mee. Ja, maar dan hebben mensen ze gelokt. Oh jee. Dat is niet de bedoeling. Ja. Dat is niet goed. Denk ik. Daarom heb ik liever niet dat de mensen bij ons huis zitten. Nee. Ik snap het. Nou mensen, als jullie de video's hebben gezien van overleven. Ik snap dat jullie heel enthousiast ons willen opzoeken. Opzoeken mag. Helpen niet. Ja. We accepteren wel. We vinden het zo lief dat jullie wel helpen. Ik zeg het wel een beetje laat in de video. We hebben wel een beetje de diamonds geaccepteerd van ze. Ja, de diamonds accepteren we wel een beetje. Een beetje wel. Ja, begin, hè. Als het te veel is, dan geven we het terug. Maar we hebben 4 zelf gevonden, hoor. In de video zichtbaar. Ik wou het eerst niet tegen je zeggen. Ik wou heel stiekem zo doen. En toen kwam jij, net zag jij het. Want jij dacht van, Vis, het is heel stil. Ja. Dat was echt wel Robbie, wat vind je van de kippen? We hebben er echt een beetje heel veel. Echt heel veel, joh. Oh, niet normaal. Jeetje. Hoe kan dat zoveel in één keer? Ja, ik weet niet. Ik denk dat de mensen... een beetje bij ons in de buurt hebben zitten paren. Ja, en ook de koeien zijn open geworden, hè? Heb je dat gezien? Dat ik kom ook niet meer in de chest. Ik denk dat wij sowieso wel eventjes... minder kippen moeten nemen. Of uitbreiden. We hebben echt veel, hè? Moet je kijken wat die chat is. Ik zal nog even een paar vermoorden, misschien. Oh, zal ik een paar kippen vermoorden, ja? Ja, dan hebben we wat flink. Met een paar zaad kunnen we natuurlijk wel wat doen. En dan krijg ik XP ervoor. Nou, het is echt te veel, jongens. En meteen gebakken kip. Ja! Nice! Oké. Ja. Dat is wel nice. Echt hoor. Zo, ik zal wel even nog één rondje lopen. Oh, hij is op. Oké, we hebben gelijk gebakken kip. Ik neem het gelijk mee. Ik heb ook gelijk weer 6 eieren. Ik sla ik nog even kapot dan, want ik heb natuurlijk wel wat schade aangericht. We hebben bijna een stek kip. Nou, dat is beter toch? Okay. Zal ik die gelijk in de schuur leggen als etenswaren? Ja, dat is een goed idee. En dan heb ik 62 worteltjes. Kunnen we ook al voor de etenswaren. Dit is ook mee. De etenswaren moet je ook zien als de boerderijopslag. We hebben natuurlijk we hebben hier een stack wortels alweer. Dus het gaat best hard. En je kan natuurlijk ook de sugar kan ik erin gooien.
En of zullen we een crafting table maken hier? Dat we gelijk dingen kunnen craften. Misschien is dat nog handiger. Van pas komen, ja. Wat zou je nou doen? Ik weet niet. Mm. Een vrouw heeft toch... Wat? Wat heb ik, hè? Meer hersendelen of zo? Hoe zeg je dat? Hersendelen? Of gewoon slimheid of zo? Een vrouw is toch zogenaamd slim of niet? Nee, niet zogenaamd. Oh, wat dan? Ik ben echt slim. Oh, je hebt vast nog een ho. Heb je een hootje? Ho, 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 wacht. Ho, ho, geef maar, geef Merry maar. Christmas. Geef maar. En fences moet ik hebben. Fences, zetten die hier nog in? 3, jeetje. Ik moet weer hout gaan kappen hoor, denk ik. Mag ik hem hebben, Rowie? Wat? Ja, klap op je gat. Mag ik de ho hebben? Heb ik je net gegeven? Ik heb geen ho in mijn inventory. Die gooide ik net naar je, aapje. Nee, je hebt hem zelf weer opgepakt. Niet. Jawel, ik heb hem niet. Ik heb geen ho in mijn inventory. Ik heb hem niet meer, zeg maar. Oh, hier ligt op de grond. Oh. Gooi toch niet met die dingen, Rowie. Jawel. Oh, die koe. Oh, wat een shatty. Even kijken hoor. Zo, hier gaan we de... We gaan de farm wat uitbreiden, jongens en meisjes. Dus we gaan... Dat betekent dat we een bucket nodig hebben met water. Roy, ben je toch bij water in de buurt? Water? Ja. We hebben wat water nodig om hier op te vullen. Ik heb twee buckets. Wacht, ik ga... Ja? Zou je wat water kunnen halen? Dan ga ik in de tussentijd wat graven. Zonder... Oh, ik heb ook geen schop. Ik ben mijn schop vergeten. Het is makkelijk als we een crafting table gewoon hier in de random hebben. Ik heb natuurlijk geen hout genoeg. Nee, ik heb geen crafting table, Roy. Of heb je een hoop bij je toevallig? Of nee. een schop? Schoppie, schoppie? Hebben we geen schoppie? Zo! Wat is het? Nou, die maken echt veel lawaai hoor, die dingen. Die kippen? Nee, die zombie pikmin. Wat doen die dan? Kijk maar, niet aanvallen! Nee. Hallo, chat. Waarschuw je. Hallo, chatty. Maar wat gaat hij doen dan als we aanvallen? Dan gaat hij jou aanvallen. En dan, wanneer je de nether in komt, dan vallen alle zombie pigmen jou aan. Waarom? Omdat je hun vriendjes hebt aangevallen. Echt? Oké. Okay, ik... Gekke Gerrit. Ja. Filled visible. Wat is dat? Gerrit, stop it. Maar dat hier eerst ook. Ja. Niet ontsnappen, hè? Nee, ik deed ongelijk. Ja, ja. Oh. Wat is er? Oh, die kunnen ver. Wat zie je? Wat zie je, Roy? Vertel het me. Tell me. Tell me what's going on. Tell me. Huh? Tell me what's going on. Wat is er? Big shots, wat is er dan? Die kunnen ver. Wat kan ver? Ik ben heel benieuwd wat jij ver vindt. Wat kan ver, Roy? Springen? Oh ja, nee, er lag een ei, zal ik maar zeggen. Echt gewoon een blokje van de kippen af. Oké, okay. Ja, maar dus misschien zo uit het ding geperst. Ja, echt hè? Kan hoor, dat hij gewoon eruit is geperst. Oké. Okay. Kan toch? Ja, dat kan. Gewoon een gekke gedachte. Ja, dat is ook een gekke gedachte. Ja, maar... Oh, oké. Okay. Trouwens, heb je nog een emmer, hè? Ik heb geen emmer. We hebben er 2 totaal. Ja, ik heb een wateremmer. Oh, die moet ik gebruiken. Oké. Okay. Zo. Dat heb ik jou gegeven. Geef me een emmer in lege. Accepteerd. Zo, kijk eens. Ik ga eventjes hier zo... Wat is hij aan het doen? Dat weet ik niet. Is hij iets van cheats aan het gebruiken ofzo? Dat het, Nee. Are you sure? Ik ga gewoon net zo lang zeggen, Gerrit, stop it. Oké. Okay. Even kijken hoor. Dit is wel mooi, dit is wel mooi uitgegrap. Zo, dan gaan we dat hier doen zo.
Ik weet niet tot hoever het moet, de boerderij. Of tot hoever gaan we het doen? Weet ik niet. Tot hoever. Zo? Ja, ik weet niet hoe groot we hem nog willen maken. Ik vind het niet zo fijn dat ik hem niet wegduw of zo. Oh, dat vind ik in. Even kijken of ik hem. Het wordt donker. Oh, jammer. Ik heb hem even gekikt hoor, dat was heel vervelend. Ja, ik onder in de chat, heel vervelend. Ik had het liefst dat jij hem had gekikt. Oh, sorry. Maar ja, maakt niet uit. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Nee, ik weet het ook niet. Who the fuck knows? Hij zegt ook helemaal niks, zeg maar. Dat is een beetje jammer ervan. Heb je een pickaxe toevallig bij, Roy? Zou heel fijn zijn, heel fijn. Achter je. Oh ja, ik mag alles doen. Jij bent ook mooi. Ja, weet ik. Waarom mag ik alles doen? Teamwork, Roby. Teamwork. Nee, ik ben ook met iets bezig. Ik ben ja, wat dan? Een experiment rondrennen. Aan het maken. Ja hoor. Nee. Experiment in je broek. It's okay. Oké, ik plaats wat van die zaadjes weer. Oh, ik kom weer tekort. Nou, maakt niet uit. Komt dadelijk wel weer goed. Ik moet, hoe heet het nou? Dingen hebben. Hoe heet die? Cobblestone. Dan gaan we even de farm mooi maken. Want jongens, dat hoort er ook bij. Een farm hoor je ook gewoon mooi te maken. Heb je honger? Ik heb een worteltje voor je. Hier zo. Oh, je hebt er al één. Nee, ik heb brood. Cobblestone. Had je cobblestone ingegooid? Nee, waar lag de cobblestone in? Hier zo, er zit wat. Zo. Oké, Roy. Ja? Even kijken, we hebben 3. Ik moet nog wat. Ik moet wat meer worteltjes. Ik heb niet zoveel worteltjes. Maar hoe meer worteltjes. We krijgen daar zoveel worteltjes. We gaan gewoon een wortel. Gaan we gewoon worteltjes verkopen ook? Goed? Zullen we dat gaan doen? We gaan een speciale farm. En dan gaan we worteltjes verkopen aan de mensen. Dat is een heel goed idee. En dan verdienen we daardoor diamonds. En dan hoeven we daar niet meer om zorgen om te maken. Zullen we dat doen? Dat we een prijs maken. Een prijs van zoveel carrots. Wat zullen we doen? Oké. Ja, weet je een mooie prijs? Heb je nog die emmer voor mij? Hoezo? Je hebt nog één emmer van mij. Ja, maar die moet je even legen nog hier. Oké. Ik heb zaadjes nog en ik heb nog 3 peentjes. Hallo. Hoi. Nee, ik had het tegen je. Kippetje wil eroverheen, zie je dat? Oh wauw, lukt hem ook bijna. Ja, het lukt hem bijna, hij was er net ook op. Oh, waarom ben je niet blij met ons? Hij gaat gewoon naar de koeien. Echt hè? Zo, ik heb hem teruggebounced. Kijk, ze zitten ook allemaal te loeren hè, van wat we allemaal aan doen zijn. Hallo meiden. Oh, hier zo, ze zitten allemaal vast in het gat. Ik zal de eieren even oppakken. Zo, meiden, jullie hebben goed de best gedaan. Als ze nou gewoon zelf in die chest gooien. Ik moet ook in die chest helemaal vol met eieren. Zo. Zo. Hallo meneer de zombie. Oké, heel voorzichtig. Het lukt me, let op. Wow. Het lukt me. Let op. Ja, zie je het? Dat was zo'n droog moment hoor, Robbie zag toen ik probeerde op te stappen en dat het kapot ging, weet je nog? Nee. God. Wat? Nee, dat ik het kapot maakte, dat ik probeerde dat afstappetje te maken, weet je nog? Oké. Nou, van daar zo, hier zo, ging afspringen. Hier zo. En dan, ja, oh, net lukte me het. Moest me meer concentreren, het lukte. Het lukte je met je koelen. Wat zeg je? Iemand komt je koelen. Waarom? Kom maar hier. Maar jij hebt gevaar op je buik. Nou, ja, mensen, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een groen duimpje. En vergeet ook niet om Roy Games te kijken om haar perspectief te zien van het verhaal. En dan zie je mij springen nu voor de hoofd zo. Zo. Oh. Oké, mensen. Tot de volgende video. Doei doei. Bye bye.
Ik dacht dat er echt iemand met me wou kroelen.